Welkom bij dit webinar ter gelegenheid van de lancering van het Rijnstaten Depressiecentrum. Met deze genodigden aan tafel. Mijn naam is Jeroen van Waarden, ik ben psychiater in Rijnstaten en zal deze webinar hosten. Gelukkig heb ik een co-host, Sven Stuiver, technisch geneeskundige bij ons verbonden aan de afdeling, die straks ook het nodige zal gaan vertellen. En verder heb ik hier aan tafel Petra Kohaas, huisarts te Arnhem. In een heel ver verleden ook wel eens bij ons een paar maanden geweest voor een stage. Ja, dat klopt, voor de opleiding. Dus dat was een hele leuke wederzien eigenlijk. Ja. Inmiddels ook GGZ-kaderarts voor de huisartsen. Ga je zo misschien nog wat meer over vertellen wat dat betekent. Ja, klopt. En verder hier aan tafel Maarten van Schijndel, ook psychiater bij ons in het ziekenhuis, die wat meer zal ingaan op hoe het allemaal praktisch in zijn werk gaat, over welke patiënten we het eigenlijk hebben en vooral hoe je bij ons komt. Want dat is waarschijnlijk een hele belangrijke vraag. Maar misschien eerst moet ik zeggen dat tijdens dit webinar er vragen gesteld kunnen worden. Die komen hier op de laptop binnen, dus die kunnen we dan ter plekke proberen te beantwoorden. Dat zullen we gedurende de hele webinar proberen te doen. Of anders aan het eind, als er nog tijd over is. Maar allereerst denk ik dat we moeten laten zien waar we het eigenlijk allemaal over hebben. Voor welke patiënten we dit eigenlijk allemaal doen. En daarom hebben we het volgende filmpje gemaakt. Zolang ik mij kan herinneren, eigenlijk vanuit mijn jeugd al, ben ik depressief. De mensen om me heen hadden er last van. Mijn werk leed er ook onder. Ik heb lange perioden niet kunnen werken omdat ik te depressief was. En alleen maar passief op de bank kon zitten of in bed liggen. En de zoektocht die leidde langs psychologen en GGZ, huisarts om mee te beginnen natuurlijk. Maar het bleek dat ik eigenlijk therapieresistent ben en dat geen van de methoden en medicijnen werkte bij mij. Ik ben hier terechtgekomen en 15 ECT-behandelingen gehad achter elkaar. En na die ECT-behandelingen brak er iets in mij, maar het heeft mij wel een heel eind vooruit geholpen. Dus de discussie ging later over wat gaan we doen. Gaan we door met ECT of zijn er andere mogelijkheden? En op dat moment werd er ook ketaminebehandeling gegeven hier. En dokter Van Waarden stelde voor om over te stappen op ketaminebehandelingen. Gedurende de behandeling kwam ter sprake dat hier ook RTMS-behandeling gegeven zou worden. En dokter Sven Stuiver kwam op dat moment ook in beeld. En het bleek dat er ook een combinatie gemaakt kon worden van RTMS-behandeling met de ketaminebehandeling. En dat geeft een vrij stabiele situatie waar ik op dit moment in zit. En dat betekent dat ik zo'n 20 goede dagen per maand heb ten opzichte van 0 in het traject daarvoor. Ik ben er wel altijd heel open in geweest, maar ja. Het is niet leuk om te gaan met een depressief iemand. Sinds de behandeling hier, en dat is eigenlijk meteen al na de ECT begonnen, is dat beeld ontzettend sterk verbeterd. Maar de depressiviteit die was zo erg toegenomen dat ik geen leven meer had en dat het leven voor mij ook niet meer hoefde. Ik had er geen zin meer in. Ik had echt wel suïcidale gedachten. En die zijn nu weg. Dat hebben ze hier weg kunnen nemen. Ja, als dit centrum er niet was geweest en ik was hier niet terechtgekomen, dan weet ik niet hoe het afgelopen was. Dan denk ik dat ik er eerder ergens was uitgestapt. Ja, die gedachten die leefden heel sterk bij mij. Ik kan weer genieten. Ja, dat kon ik niet meer. Dat kan ik nu wel weer. Tja, het is altijd ontzettend indrukwekkend hè, om zo'n verhaal zo te horen. Petra, zie je deze mensen ook op je spreekuur? Ja, gelukkig niet zo vaak in de mate waarin hij het heeft. En ik vind dit filmpje ook indrukwekkend in die zin van je voelt eigenlijk nog die wanhoop van, van die man. En je voelt ook nu weer die hoop eigenlijk. Of dat, die verandering die er is gebeurd. Dus ik denk ook.
ja, ik krijg ook het gevoel, het is een dankbare groep patiënten waar we dit voor doen, zeg maar. Ja. En ja, wij zijn natuurlijk in alle ernst, verschillende ernstige, hoe zeg je dat? Verschillende in ernst zien wij ze voorbij komen. En gelukkig niet zo vaak als dit, maar... Want hoe vaak schat je dat je een patiënt met een dergelijk ernstige en vooral ook heel therapieresistente depressie in je praktijk hebt? Heb je een gevoel erbij hoe vaak ze bij je komen? Ik weet het niet precies, maar een aantal keren per jaar toch, toch wel. En ja? ik denk ook misschien dat we het niet eens allemaal weten. Ja. Want dat mensen soms ook, denk ik zelf, dit gevoel hebben. Denk, ja, ik heb veel behandelingen gehad en zich misschien ook wel niet meer bij ons melden. Ja, dus... Misschien weten we het wel helemaal niet zo goed. Ik denk neerleggen, denk het heeft geen zin. Ik heb alles al geprobeerd. Ja, ja. En dan de dokter weet het ook niet meer. Die heeft me ook al 5 keer verwezen. Of nou ja. Maar dus ja. Dat ze zich helemaal niet meer melden. Klopt. Ja. Schaamte is ook vaak een heel belangrijk punt. Hè. Het stigma wat nog steeds op dit soort aandoeningen berust... is gewoon zo enorm. En daarmee ook gewoon de delay om hulp te zoeken. Ja. Of inderdaad, hebben ze een keer gezocht, maar... Ja, dat hielp dan niet en vervolgens houdt het op. Ja, dat maakt het natuurlijk extra zwaar ook dan om dit te hebben. Want welke mogelijkheden heb jij in jouw praktijk voor patiënten met depressie? Tot hoever kun je gaan? Heb je daar een, Nou, kijk, als het mild is of beginnend of de eerste keer... dan kunnen we als huisarts natuurlijk best wat uitleg en structurering en tips geven. En als het dan nog wat meer je interesse heeft, zoals bij mij... dan heb je daar misschien wat meer tools voor... En anders werken we daarin natuurlijk al vlot samen met onze POH en GGZ. Ja. En als die er niet uitkomt, verwijzen we door. Nou ja, afhankelijk van wat iemand dan nodig heeft, maar naar de basis GGZ. Of de achtergrond van iemand toch meteen naar de psychiatrie. Ja. Je lijkt dat, ja, dan sturen we door. Is het ook zo makkelijk in de praktijk? Nou ja, eerlijk gezegd zijn er natuurlijk wachtlijsten. Nee, dus daar lopen we natuurlijk ook tegenaan. Ja, ja. Ja precies. Ja. Ja, absoluut. Ik kan me voorstellen dat het ook best, tenminste dat is wat wij vaak zien, hè, dat het best moeilijk is ook om een beetje zicht te houden op die mensen. Of om, ja, ik denk altijd, wie voert er nou regie over zo'n traject? Hè? Ja. Want hoe weet je nou waar iemand is in zo'n behandeling? Nou, klopt. We zijn patiënten soms ook wel voor mijn gevoel een beetje kwijt. Ja. Want die hebben we dan verwezen. En omdat die trajecten ook vaak lang duren, mis ik ze ook niet in het begin. Ja. En wat dan ook wel eens gebeurt, is dat een partner op het spreekuur komt. En dat je dan hoort hoe slecht het eigenlijk gaat met die patiënt. Terwijl je dat zelf eigenlijk helemaal niet zo in de gaten had. Of misschien wel dacht dat het al opgelost was. Dus we hebben het ook niet zo goed in beeld. Dus klopt, je bent er soms echt een beetje kwijt. Ja. 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 Ja, want Maarten, kan jij ons wat meer vertellen over wat nou de gedachten waren om specifiek een soort centrum op te richten? Want het lijkt alsof het iets heel nieuws is. Nou, we zullen een aantal nieuwe behandelingen die we... nu bieden, straks uitgebreider bespreken. Maar op zich, behandeling van depressie is natuurlijk al zo oud als de weg naar Rome. En zeker Rijnstaten biedt natuurlijk ook al jaren behandeling voor ernstige depressieve patiënten. Zeker als ze klinisch opgenomen moeten worden, maar ook in de dagkliniek. ECT is een belangrijk onderdeel van ons behandelarsenaal al sinds jaar en dag. Wat was nou eigenlijk de overweging om het zo expliciet weer te gaan benoemen? En zelfs een lancering van een Rijnstaten depressiecentrum... het zo te noemen eigenlijk. Nou ja, wij moesten natuurlijk zelf ook wel even een beetje over een heuveltje heen... voordat we die lancering onder ogen konden zien. Nee, dat is een grapje. Maar wat ons eigenlijk opvalt is in het gesprek waar we het net over hebben, Petra... Hè, dus dat we zo het idee hebben van... Nou, ten eerste is het ondertussen bekend dat dit vaak een chronische aandoening is. Dus je bent vaak niet in 1 of 2 keer klaar. En zeker nog, als je vaker een depressieve episode hebt gekregen... dan is de kans op nog een depressieve episode is groter. Nou, dat dringt wel langzaam door. Je hebt natuurlijk het stigma... Maar onze ervaring is ook wel van, ja, komen nou de mensen die er het meeste baat bij zouden hebben bij ons behandelarsenaal, komen die nou nog bij Rijnstaten? Ja. En voor een deel ja. En voor een deel hebben we ook de indruk dat toch die populatie, hè, ook bijvoorbeeld waarom we ECT geven, dat die veranderd is. En dat eigenlijk de mensen met ernstige vitaal depressieve beelden of met psychotische depressies of inderdaad de mensen die echt therapieresistentie hebben, dat wil zeggen die 2 of meer behandelingen hebben geprobeerd, hè, 2 verschillende antidepressiva en psychotherapie, of psychotherapie moet ik zeggen, dat we die eigenlijk niet zien of niet op tijd zien. Dat ze ergens blijven hangen in het systeem. Je zegt al van, nou, het is best lastig om daar zicht op te krijgen. Er kan sprake zijn van schaamte. Dus een manier, zeg maar, zo'n centrum oprichten is ook een manier om hier weer echt flink aandacht voor te vragen. Omdat, en dat zullen we straks ook wel van Sven horen in zijn presentatie, je kan hier wel wat aan doen. En er is wel perspectief. Dus dit is niet alleen maar een promofilmpje wat we net zagen. Wij zien in onze praktijk ook echt dat we voor veel mensen wat kunnen betekenen. Ja. Peter, heb jij enig idee hoe dat zou kunnen komen? Dat het stopt als het ware in het systeem.
Dat wij niet verder doorverwijzen, bedoel nou, je? Ik of weet dat ook het niet een of beetje het, achterover... Ja, ik weet niet of het aan de huisarts ligt. Ja. Ik zit meer hardop telkens te denken, hoe kan het? Want het is wel inderdaad, precies zoals Maarten zegt, een verandering. Ja. Die ik zelf ook wel herken. Ik werk dit jaar 20 jaar in dit ziekenhuis. Ja. Ik denk altijd, jeetje, wat gaat de tijd snel? Want dat denk ik ook. Dat begrijp ik. Maar je denkt toch ook, er is echt wel wat veranderd in het systeem. De klassieke therapieresistente patiënt die wij in het verleden door het systeem kwam en dan uiteindelijk voor een elektroconvulsietherapiebehandeling kwam. Ja, die klassieke patiënt zien wij amper meer. Wat we op zich heel opmerkelijk vinden, want het ziektebeeld is denk ik niet veranderd in die 20 jaar. De ernst van die aandoeningen ook niet. Dus waar zijn ze? Heb jij enig idee? Nee, misschien is het ook wel een beetje omdat misschien zowel dokters als patiënten ook het gevoel hebben dat er wat weinig perspectief is. Dat het... dat er minder aandacht voor is en dat iedereen daar wat minder, misschien wel wat alert en wat minder mee bezig is. En ook als ik hoor wat er nu aan behandelingen mogelijk is, bij mij is het ook een beetje blijven hangen uit mijn tijd dat ik HIO bij jullie was. En de ECT is natuurlijk in de Rijnstaten gebeurde. Maar daarna had ik ook het gevoel dat er eigenlijk helemaal niet zoveel was veranderd. Dus dus misschien is het dan ook extra goed om dat even op het voorgrond te brengen. Want ik was er ook niet zo van op de hoogte. En dan dragen we dat ook niet uit, denk ik. Hè? Ja, dan denk ik, wat erg eigenlijk dat we dit zo hebben laten gebeuren. Hè? Ik steek daar wel hand in eigen boezem. Denk ik, welke rol hebben wij als psychiatrie daarin gespeeld? Of GGZ? Dat we inderdaad misschien een soort therapeutisch nihilisme uitstralen van het houdt op of wij kunnen het niet. Wat ik ook wel merk is dat toch heel regelmatig problemen direct worden gelabeld als zijnde vooral heel veel sociale problemen. Ja. Je slaat de krant maar open of je kijkt naar een tv-programma of het gaat over we moeten niet alles GGZ noemen want het is vooral allemaal sociale problematiek en dat moet in de wijk bij de huisarts worden opgelost. Ja. Terwijl ik denk maar deze patiënten die waren er altijd en ik zou niet weten waarom ze er nu niet meer zijn. Nee. Is dat iets wat je herkent? Ja, misschien hebben we de neiging om het dan soms een beetje downscalen, omdat het een beetje de trend is. Maar dat is bij deze groep patiënten niet terecht, denk ik. Nee, ik moest nog wel denken, want dat vond ik zelf al een openbaring. Of eigenlijk, zeg maar, een tijd geleden toen ik in opleiding was, toen ik op een gegeven moment realiseerde dat dat hangt ook heel erg samen met de manier waarop we deze patiëntengroep behandelen. Eigenlijk kan je zeggen, we weten van tevoren niet goed welke behandeling wel of niet gaat werken bij die groep. En dat betekent eigenlijk dat je als klinicus ook heel erg erbovenop moet zetten. Van als je nou ziet dat het niet werkt, dan betekent het dus dat je een andere behandeling moet proberen. En nou is het niet zo dat we helemaal geen enkel idee hebben bij welke patiënten we welke behandeling geven. Want er zijn echt wel klinische kenmerken. Als het heel ernstig is, beginnen we bijvoorbeeld meestal niet met een SSRI bijvoorbeeld, om maar wat te noemen. Of als mensen niet meer eten en drinken of katatoon zijn, dan is ECT voor de hand liggende behandeling. Dus dat soort richting hebben we echt wel. Maar toch, als je het hebt over verschillende SSRI's of bijvoorbeeld venlafaxine of ibuprofen, je weet eigenlijk niet van tevoren wat helpt. En dat betekent, je moet daar bovenop zitten. Dus het heeft te maken met hoe kunnen we behandelen, kunnen we het voorspellen wel of niet? En is er iemand die het volgt? En eigenlijk is de conclusie, denk ik, in dit systeem, wat we met elkaar hebben, is er nu niet iemand die die patiënten op die manier ook, zeg maar, over vervolgd. Nee. Ja. Nou ja, en ik schiet me ook nog maar even te binnen dat dit natuurlijk ook eigenlijk best wel een hele lastige groep patiënten is. Want Absoluut. Wie krijgen van ons de meeste zorg en aandacht in de huisartsenpraktijk? Dat zijn natuurlijk toch de proactieve mensen die de aandacht vragen. Nou, ja, dat is nou natuurlijk per definitie niet deze groep. Nee. Zullen we dan naar een filmpje kijken wat we hebben gemaakt om te laten zien wat zijn nou de nieuwste ontwikkelingen zoals wij die in het Rijnstaten Depressiecentrum kunnen bieden? Welkom bij het Rijnstaten Depressiecentrum, het expertisecentrum voor patiënten met een moeilijk te behandelen stemmingstoornis, zoals bijvoorbeeld een depressie. Met plezier laten we zien wat we hier doen. Ja, als psychiater hier in Rijnstaten zie ik eigenlijk elke dag mensen met een stemmingstoornis. En helaas ook vaak mensen waarbij die stemmingstoornis niet met de gebruikelijke behandelingen overgaan. Dat zijn vaak mensen die er heel erg slecht aan toe zijn en die eigenlijk amper meer kunnen functioneren. Ongeveer 30% van de patiënten reageert eigenlijk niet op de standaard behandeling die je via de huisarts of via de psycholoog kunt krijgen. En die mensen zien we dan hier in het Rijnstaten Depressiecentrum. Want we hebben hier een aantal aanvullende behandelingen die ook polyklinisch kunnen plaatsvinden.
Van oudsher wordt elektroconvulsietherapie, of ECT, ingezet bij patiënten met een ernstige depressie. Deze behandeling vindt onder narcose plaats en er wordt met stroom een epileptische aanval opgewekt. Dit is een veilige en effectieve manier om de stemming te verbeteren. Sinds kort biedt Rijnstaat ook een tweetal andere behandelingen aan. Dit zijn de ketaminebehandeling en de RTMS-behandeling. Graag vertellen we je daarover nu meer. Een voorbeeld van de behandeling die we inzetten bij patiënten die onvoldoende reageren op de gebruikelijke therapieën is magnetische hersenstimulatie, ofwel RTMS. Bij deze behandeling dienen we korte magnetische pulsen toe aan het brein die de prikkeloverdracht van de hersenen beïnvloeden. Uiteindelijk kan dit leiden tot verbetering van de stemming. Naast de RTMS-behandeling hebben we ook nog een ketaminebehandeling. Dit is de behandelruimte waar de ketaminebehandeling plaatsvindt. Tijdens de behandeling neemt de patiënt plaats in een comfortabele behandelstoel en wordt de ketamine via een buisje in een bloedvat toegediend. Mocht de patiënt gespannen zijn voor de behandeling, dan is het goed om te weten dat de ruimte zo is ingericht dat er ook een naaste mee mag. Welke behandeling het meest geschikt is voor de patiënt, beslist de psychiater samen met de patiënt. Behandeling is echter wel alleen mogelijk als er een verwijzing is geweest van een huisarts of een andere behandelend specialist van elders. Ik hoop dat je een goede indruk hebt gekregen van het Rijnstaten Depressiecentrum. Ben je benieuwd naar een van onze behandelingen? Kijk dan op onze website. Dag! Nou, een fantastisch catchy filmpje, terwijl we het natuurlijk over hele serieuze dingen eigenlijk hebben. Sven, wil jij ons meenemen in de meest recente ontwikkelingen? Je hebt een aantal dingen hebben we gezien in het filmpje, maar jij wil daar nog wat meer over uitleggen eigenlijk, hè? Ja, dat klopt. Ja, in het filmpje zag je, de laatste twee behandelingen waren eigenlijk de nieuwste behandelingen die we ook in het Rijnstaten Depressiecentrum doen. En een van die behandelingen is de magnetische hersenstimulatie, de RTMS-behandeling. En tijdens deze behandeling worden korte magnetische pulsen, die worden eigenlijk op een gebied in het brein worden die eigenlijk afgevuurd. En dat zorgt ervoor dat er een inductiestroom gaat lopen in het gebied in het brein waar we de spoel eigenlijk op richten. En als die stroom sterk genoeg is, dan kan dat ervoor zorgen dat die hersencellen, die neuronen, geactiveerd raken. En afhankelijk van het protocol dat je hanteert, is de gedachte dat je het gebied actiever of minder actief maakt. En het gebied wat we bij depressie behandelen is de dorsolaterale prefrontale cortex, de DLPFC. En we weten dat deze regio een belangrijke rol speelt in de regulatie van emotie, maar ook het uitvoeren van executieve functies. Hè, dus ook primair dingen die we vaak zien dat die aangedaan zijn bij een ernstige depressie. En het blijkt als je die behandeling zo'n gemiddeld 20 tot 30 keer uitvoert bij een patiënt, dat tussen de 30 en 64% van de mensen een respons heeft. En met respons, die definitie betekent eigenlijk dat tenminste 50% van de depressiescore is afgenomen. En 30 tot 40% van de mensen die raakt ook in remissie. Dus dan is de depressieve episode, die is helemaal weg. En het gaat over de mensen die therapieresistent zijn, Sven? Precies, dus dus je hebt ook een selectie gemaakt in een toch al wat ziekere populatie dan gemiddeld. Ja. Dus dat zijn. Dit zijn toch indrukwekkende getallen? Ja, absoluut. Voor mensen die therapieresistent zijn. Ja, dit zijn heel hoopvolle behandelingen. Is het nou een hele zware behandeling, Sven, voor mensen? Nee, die ervaring heb ik niet. Dit vindt eigenlijk altijd polyklinisch bij ons plaats. Je moet ongeveer denken dat een sessie 20 minuten duurt. En die mensen mogen eigenlijk na de behandeling gelijk weer naar huis. Oké. Ja. En dus de andere behandeling die in het filmpje ook al voorbij kwam is de ketaminebehandeling. Ja, in het ziekenhuis kennen we ketamine al heel lang als anestheticum. En we weten dat het een N-methyl-D-aspartaatreceptor antagonist is. Dus een hele mond vol, de NMDA-receptor. En eigenlijk specifiek op de neuronen, de interneuronen, dat zijn eigenlijk hersencellen die zorgen voor remming
van hersengebieden. Daar gaat de ketamine op zitten, waardoor er dus meer glutamaat vrijkomt in met name de prefrontale cortex. En eigenlijk via een te ingewikkeld proces om vanavond door te nemen, is de gedachte dat leidt tot het aanmaken van nieuwe verbindingen in het brein. Wat waarschijnlijk geassocieerd is met verbetering van de stemming. En... Dit is wel een hele verrassende behandeling natuurlijk. Want ik ken dit medicijn alleen maar in een hele andere context uit de party zien. Ja, nee, dat... Maar dit gaat om hetzelfde? Het gaat om hetzelfde, ja, absoluut. Oké. Okay. Ja. Maar in de partyscene is het volgens mij dat zo dat mensen dit gebruiken, hè? Dus die drugs gebruiken om zich weer kalm te voelen of om te slapen? Dat, ik merk wel dat jullie er geen verstand van hebben. Want volgens mij doen mensen het vooral om zich heel erg lekker te voelen, Maarten. Okay. En dat is eigenlijk wat we ook misschien beogen, maar volgens mij werkt het toch echt wel anders bij onze patiënten. Omdat wij een veel lagere dosering gebruiken. Echt een sub-anesthetische dosering. Ja. Ja. Maar goed, met ook wel hele bijzondere eigenschappen eigenlijk. Hè? Zeker, ja. Want naast eigenlijk dat ketamine dus heel goed de sombere stemming kan wegnemen... Zien we ook dat het heel goed voor de suicidaliteit werkt. Hè? Soms echt al na één enkel infuus... komen mensen bij ons binnen die ernstig suicidaal zijn... opgenomen worden op de gesloten afdeling. Nou, een hele heftige setting af en toe. Ja. En soms al na één behandeling zeggen mensen eigenlijk na afloop van... ik heb geen suicidale gedachten meer. Dat is heel hoopgevend voor zo'n ernstige, aangedane groep mensen. En ketamine, we hebben eigenlijk verschillende toedieningsvormen. Je kunt het als tablet nemen, oraal... je kunt het intranasaal doen, dus via de neus. Dus de Spravato neusspray ook van bekend. En je kunt het via een bloedvat doen, de intraveneuze toediening. En eigenlijk die Spravato neusspray die is echt officieel geregistreerd als medicijn voor behandeling van een therapieresistente depressie. En de orale en de intraveneuze toedieningsvormen, dat zijn, die zijn off-label. Onze keuze in ons... In ons ziekenhuis voor de intraveneuze toediening is echt pragmatisch. Omdat wij niet alleen ervaring hebben met het middel, maar ook dat hebben we goed voor voorradig. Dus daar hebben we maar beschikbaar. Maar er zijn ook wel aanwijzingen volgens mij dat die intraveneuze toedieningsvorm wellicht krachtiger werkt. Ja, dat klopt. Of ben je dan te optimistisch? Ja, er worden natuurlijk veel studies gedaan die ook precies vergelijken van... Goh, maakt het nou uit of ik het intranasaal, intraveneus doe? En als je er eigenlijk ook heel simpel over nadenkt, zeg ik altijd... intraveneus is, dan weet je dat 100% van het middel dat je geeft... komt daadwerkelijk in het lichaam aan. En zeker als je het over orale toediening hebt... dan dat medicijn moet via het maag-darmkanaal opgenomen worden. Dus daar is altijd verlies van stoffen. Beschikbaarheid. Ja, en die intranasale neusspray die is nu inmiddels beschikbaar. Ook in Nederland echt geregistreerd... Echter, niet bij elke instelling kan dat worden toegediend. Omdat zorgverzekeraars selectief zijn waar ze dat willen inkopen. Er hangt ook nogal een prijskaartje aan. Zoals we natuurlijk wel vaker weten van nieuw geïntroduceerde medicijnen. Overigens is ketamine al heel oud, geloof ik, Sven. Ja. En inderdaad, die ketamine intraveneus is ook al heel lang gewoon beschikbaar. En wordt ook dagelijks toegepast, bijvoorbeeld door de anesthesioloog op de pijnpoli. Dus vandaar dat het voor ons eigenlijk een relatief kleine stap was om het naar de psychiatrie te halen. Okay. Overigens wel een stap waar wij best lang over hebben gedaan om dat te doen. Dus er zat ook bij ons een soort hiccup. Maar we hebben toch op een gegeven moment de stap gezet. Omdat we sommige patiënten echt iets wilden bieden. En we zagen de literatuur steeds groeien. Dat er steeds meer aanwijzingen waren dat het veel kan opleveren. Ja. Was dat dan iets wat mensen rapporteerden op de pijnpoli? Van, trekt mijn stemming ook beter? Of, ik heb een anesthesioloog gesproken die inderdaad dat zei. Die vertelde mij overigens dat zij soms mensen een aantal dagen aan de ketamine infuus hebben hangen. Mm-hmm. En dat hij zich afvroeg of de verbetering niet vooral zat in de stemming die verbeterd was bij mensen. Dan dat nou de pijn zoveel beter had gemaakt. Ja. Maar goed, dit zijn eigenlijk allemaal vragen die nog allemaal beantwoord moeten worden. Ja. Dus de wetenschap wat dat betreft is nog... het moet nog verder ontwikkeld worden. Ja. Ja. Maar het effect op de stemming en op bijvoorbeeld zoiets als suicidaliteit... dat is echt wel goed onderbouwd inmiddels in de literatuur. En ook daarom is dat die neusspray ook geregistreerd
als regulier geneesmiddel in Nederland ter behandeling van therapieresistente depressies. Ja. Maar Sven, je gaat nog ons wat vertellen over wat onze eerste ervaring na ongeveer een jaar toepassing van deze intraveneuze behandeling zijn, hè? Ja, klopt. Ja, want ja, zoals gezegd, hè, of nou, zoals ik nog niet heb gezegd, de cijfers eigenlijk vanuit de literatuur voor ketamine, die, nou, die zitten, het respons zitten we ongeveer op 35-55%. En nou, ongeveer een kwart tot een derde bereikt remissie. En wederom, hè, een ernstig zieke groep mensen zijn dit ja, toch hele mooie cijfers. En nou, dat zijn dus echt cijfers vanuit de literatuur. En wij hebben natuurlijk in ons centrum inmiddels ook ervaring met deze tweetal behandelingen. Zitten we nu op 66 patiënten met een therapieresistente depressie die we hebben behandeld met RTMS of ketamine. En nou, RTMS zijn het er inmiddels 9, dus dat is nog een kleine groep. Dus daar kunnen we ja, nog niet zoveel op groepsniveau over zeggen. Maar bij de ketaminebehandeling zijn het er inmiddels 57. En dat is een aanzienlijke groep, waarbij we nou, ook eigenlijk hele mooie en zinvolle resultaten behaald hebben. Want als we dus hè, zeggen, wij in Rijnstaten doen het dus intraveneus toedienen. En ons behandelprotocol bestaat eigenlijk uit een kuur van 6 behandelingen. En die geven we bij voorkeur zo'n 2 keer per week. Wat dus betekent dat hè, dus de zorgverlener die weet, na 3 weken werkt dit medicijn of niet. Want je hebt er inmiddels zo ongeveer 450 toegediend, hè? Jij samen met een paar collega's, maar jij hebt de meeste denk ik gedaan. Dus wat dat betreft spreek je echt uit de volledige ervaring met deze groep. Ja, ja, en ik zie dagelijks nou ja, de effecten die het kan hebben. En dat, nou, dat is heel mooi om te zien. Ja. Nou ja, en we hebben ook wel gezien dat dat een enorme vlucht heeft genomen. Hè? Dus ik merk sowieso van extern dat er veel vraag naar is. Van doen jullie dit? We weten dat jullie dat doen. Kan ik deze behandeling bij jullie krijgen? Maar ik denk dat die vlucht ook aangewakkerd wordt door de resultaten die we ervan zien. Ja, absoluut. Ja. Ja. En nou ja, we doen dit dus klinisch bij ons op de afdeling. Ook polyklinisch bieden we het aan. En nou, om en nabij is dat ongeveer 50% de aantallen die daarin verdeeld zijn. En ja, bij ketaminebehandeling, het wordt niet voor niets in de drugs, in de party-sfeer wordt het gebruikt. Het heeft een aantal bijwerkingen, met name hoofdpijn. Mensen kunnen wat draaierig zijn, wat duizelig zijn. En met name, ja, de laatste genoemde is het dissociëren. En dat betekent eigenlijk dat de psychische toestand van mensen tijdelijk verandert. Mensen beschrijven dat wel eens naar mij van, ja, ik heb het gevoel dat ik wat uit mijn lichaam treedt. En er is ook eigenlijk ruimte om andere gedachten te hebben. Maar het is goed om te benadrukken dat deze bijwerkingen heel mild zijn. En ook omdat we het eigenlijk heel geleidelijk toedienen. Ja, we kunnen daar en goed op aansturen. En eigenlijk na een half uur zijn die bijwerkingen zijn eigenlijk voor het grootste gedeelte weer weg. Wat ik denk meteen aan eigenlijk wat daarover bijvoorbeeld in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde geschreven is. Hè, over de blaasproblemen die je soms bij ketamine ziet. Mm-hmm. Kan je daar iets over zeggen? Nou, wij zien ze gelukkig niet. Nou is het natuurlijk altijd belangrijk om dat soort zorgen ja, serieus te nemen. Want ja, het is niet voor niets dat, hè, dat er een relatie bestaat tussen veelvuldig gebruik van ketamine en nou, de blaasproblemen. Alleen ja, die doseringen die gebruikt worden, dat is zo moeilijk te vergelijken met wat wij doen. Ook in frequentie en ja, soms tot op wel een gram per dag dat gebruikt wordt. Nou, ja, dus je bedoelt eigenlijk van in de drugsgebruikers zien is de dosering veel hoger dan wat wij toedienen. Precies. Ja, ja. Ja, en zij doen het in één slok, hè? Of één snuif. Ja. En jij doet het toedienen ongeveer soms wel, het hangt een beetje van het gewicht van de patiënt af. Dus hoe zwaarder de patiënt, hoe langer ze aan het infuus liggen. Maar dat kan echt wel tot 2,5-3 uur aan het infuus zijn, hè? Ja, absoluut, ja. Dus het is ook niet zo'n hele simpele behandeling van even een neusspreetje en klaar. Het is echt wel even een paar uur dat je ermee zoet bent. Maar wat je zegt, na het stoppen van het infuus, nou, een half uurtje daarna of zo, hè, dan zijn mensen meestal weer hersteld en kunnen ze ook gewoon weer naar huis gaan. Zeker. Ja, we hebben het ook wel eens sneller toegediend. Er zijn met name studieprotocollen die het bijvoorbeeld in 40 minuten toedienen. En ja, dan zou je denken, ja, dan ben ik eerder klaar. Maar ja, de ervaring leert dan dat mensen gewoon langer bij moeten komen. Dus
ja, je wint er eigenlijk vrij weinig mee. En wij kiezen dan toch voor comfort. Ja. En ja, dus wat we ook zien is dat we eigenlijk geen patiënten hebben tot dusver die de behandeling ook niet kunnen verdragen. Dus het is een hele, ja, acceptabele behandeling voor patiënten. En ja, binnen onze groep zien we dat ongeveer 67% is vrouw die we behandeld hebben. Gemiddeld zijn die mensen 55 jaar oud. En iets minder dan 1 op de 3 patiënten die heeft een depressie met psychotische kenmerken. En dat, ja, dus dat is ook geen contra-indicatie wat ons betreft voor de behandeling van ketamine voor een depressie. Ja, dat zijn eigenlijk de ernstig ziekste patiënten, hè, die we vooral klinisch zien. Ja. Maar goed, dat is 1/3 van deze populatie geweest die je nu gaat laten zien wat dat kennelijk voor resultaten geeft. Precies, ja. Ja, want als je op groepsniveau kijkt, voor en na de ketaminebehandeling, dan zie je dat gemiddeld de Hamilton score, dat is een depressiescore, met 7 punten afneemt. En eigenlijk vanuit de kliniek is het eigenlijk dat we zeggen, ja, 2 op de 3 mensen heeft echt een klinische verbetering na 6 ketaminebehandelingen. Waarbij natuurlijk, ja, eerlijk moeten zijn, 1 op de 3 patiënten heeft helaas geen enkel effect van ketamine. Dus dan, ja, dan moeten we zoeken naar een andere manier van behandelen. Maar goed, het voordeel is dat, hè, dat we dat dus na 3 weken eigenlijk weten en gelijk door kunnen pakken. Ja, en soms zelfs al dus na 1 infuus eigenlijk. Ja, dus we weten, ja. Okay. En nou ja, in termen van respons, om het dan met de literatuur wat vergelijkbaar te maken, is 41% heeft een respons en 17% bereikt de remissie. Wat en, in de volksmond ook wel genezing heet. Precies. Dus dat is toch 1 op 20 of 1 op 5 eigenlijk bijna, hè? 17%. Ja, 6. Ja. Dus dat is niet gering. Ja, nee. Dat... Oh ja, nou ja. Niet te optimistisch. Nee. Sorry. Ja. En nou ja, en wat ik vaak hoor van mensen die, hè, voor wie het helpt, is dat ze zeggen van ja, ik heb gewoon meer motivatie. Het gaat gemakkelijker. En als we dan kijken naar suicidaliteit. Deze meneer of mevrouw die beschreef, mijn suicidale gedachten zijn weg, al na 1 infuus. Mensen komen vaker de deur uit, ontmoeten weer mensen. Hè, terwijl ze eerst, ja, veel thuis bleven, mensen vermijden. Dus de kwaliteit van leven voor een ernstig zieke groep patiënten, die kan echt verbeteren. En dat is ook wel iets wat we, ja, de kijker en we willen ook echt de mensen hoop geven dat dit, ook al ben je therapieresistent, er is echt nog goede behandeling mogelijk. En dit is maar 1 van de behandelingen die we kunnen bieden. Ja, precies. Met heel staat. Ja. Ja, het klinkt bijna te mooi om waar te zijn, Petra. Ja, ja, ja. Ja. Ik heb echt het gevoel dat je denkt, nou, waarom zou ik nog, hoe vaak ga ik die pillen proberen als dit zo snel kan werken? Waarom houdt er dan iemand überhaupt heel lang aan de pillen eigenlijk? Ja, dat zijn hele terechte vragen. Ja. Tegelijkertijd denk ik ook, we moeten voorzichtig zijn, want we zijn eigenlijk nog aan het begin van onze ervaring die we aan het opbouwen zijn. Ja. En we doen het ook nu bij de meest hardnekkige groep. Maar het zou me niks verbazen dat we op een gegeven moment ook wel die vragen gaan krijgen natuurlijk. Want het gebruik van psychofarmaca wil nog wel eens heel zwaar zijn voor mensen. Ja, precies, daarom. Ja. Ja. Had jij überhaupt ooit van deze behandeling gehoord eigenlijk? Nee. Nee? Nee. Want dat is echt nieuwe informatie. Echt, ja. Ik zie overigens ook dat er een interessante vraag binnen is gekomen. Er is iemand die vraagt, zoals we weten is bij veel mensen met deze aandoening, de depressie, sprake van comorbiditeit zoals trauma en persoonlijkheidsproblemen. Problematiek. Hoe gaan jullie hiermee om? Wat behandel je eerst of is dat niet? Ja, nou ja, dus ik denk in ieder geval belangrijk om te benadrukken dat we mensen breed bekijken. Ook een beetje vanuit de gedachte, dit zijn vaak mensen waarvan van alles geprobeerd is. En dan is het ook best moeilijk om niet in dezelfde lijn door te gaan. Maar dat is natuurlijk meestal niet zo verstandig als je al van alles probeert wat niet werkt. Dus we kijken daar zeker naar. Het is ook terecht, deze 2 dingen die genoemd worden, het trauma, persoonlijkheidsproblematiek, er is een enorme overlap. Ik zou wel kunnen zeggen dat ook weer 2/3 van de mensen met een depressie ook persoonlijkheidsproblematiek heeft. En het is dan natuurlijk belangrijk om te kijken van, vinden we ook dat er echt op symptoomniveau wel sprake is van een depressie? Want dan kan je ook bij mensen met persoonlijkheidsproblematiek die depressie prima behandelen. En dat geldt overigens ook voor de andere behandelingen. En ik denk dat we daar ook altijd heel erg voor zijn. Dat we proberen ook, jij noemt dat wel eens en dat bedoel ik niet oneerbiedig, maar je moet kijken aan welke knoppen kan je draaien om iemand beter zich beter te laten voelen. En dat kijken we en biopsychosociaal, dus we kijken naar van, nou ja, wat is de
eigenlijk de medische behandeling van die depressie. Wat kunnen we aan psychologische behandeling, dus ook bijvoorbeeld psychotherapeutisch, bieden. En daar hebben we soms ook hele goede resultaten van traumabehandeling gezien. En ik denk dat de sociale situatie vaak ook een belangrijke factor is. Dus ja, dat nemen we zeker mee. En het is zeker geen uitsluiting om een goede depressiebehandeling te geven. Ja. En misschien nog één anekdotisch verhaal, wat ik zelf heel indrukwekkend vond. Zeker in het begin van onze opbouw van ervaring met ketamine. Dat er was een patiënt die had eigenlijk in zijn hele vroege jeugd een trauma meegemaakt. En die vertelde me, ik beleefde dat trauma terwijl ik aan het ketamine-infuus lag. Ik noem het maar even de ketaroes. Maar ik zag het als volwassene gebeuren. En ik kon het als volwassene plaatsen. En toen eenmaal die roes weer voorbij was, gaf het een soort opluchting. Dus die anekdotische beschrijvingen zijn ook wel bekend. Er vindt nu ook, as we speak, wetenschappelijke studies plaats naar behandeling van PTSS. Vooral in de militaire wereld is dat naar behandeling van PTSS met ketamine of andere psychedelica. Maar nogmaals, dat zit allemaal heel erg nog in het experimentele stadium. Maar er zijn echt wel aanwijzingen dat ook bij mensen met trauma's dit gewoon wel een optie kan zijn die dan echt nog iets meer oplevert. Wel heel interessant. Zeker. Ja, want als we het hebben, dus ik heb nu een klein overzicht gegeven van dan de ketaminebehandeling en de RTMS-behandeling die we hebben. Maar het voordeel, denk ik, van het centrum is dat je beschikking hebt over veel verschillende behandelingen. Zodat je ook heel snel kan schakelen of eventueel combineren, zoals we bij Anton zagen. Waar de RTMS-behandeling uiteindelijk gecombineerd werd met een ketaminebehandeling. Dat voor hem als individuele patiënt dat het beste werkt. Maar we bieden natuurlijk ook psychofarmica aan. We hebben diverse vormen van therapie, psychotherapie, lichttherapie, maar ook natuurlijk de ECT. En dat doen we altijd in overleg met de patiënt. En gaan we echt kijken van, goh, wat is nou een goede behandelmodule? En als het niet werkt, dan kunnen we snel doorpakken naar een andere behandeling. Dus ja, dat is eigenlijk ook mijn boodschap dan naar jou, Petra, en je collega huisartsen en mensen die hier ook dagelijks mee te maken hebben. Van, als je nou een patiënt hebt met een therapieresistente depressie en je weet niet zo goed van, goh, wat is nou de beste behandeling of hoe kan ik die patiënt nou het beste helpen, dan overleg met ons. Ja. Ja, nou, ik kreeg ook wel een beetje het gevoel van, goh, zijn er eigenlijk nou wel dingen waarop je iemand niet kan verwijzen eigenlijk? Want ik begrijp ook een beetje, als iemand bij jullie binnenkomt en stel, wij denken hier aan, maar als jullie denken, nou, we hebben een andere vorm, dan wordt er ook snel geschakeld. Dus zijn er nog mensen die we eigenlijk niet kunnen verwijzen? We zeggen, nou, die groep is niet geschikt. Ja. Nee, maar dat is een hele terechte vraag. Voor je het weet, ook wij zullen op een gegeven moment weer een capaciteitsprobleem toe krijgen. Ja. Maar misschien, Maarten, kun jij daar kort nog ook iets over zeggen? Ik hou de tijd ook nog in de gaten. Nou, ik denk twee dingen voor nu. Hè. Dus nu hebben we gezegd, en dat is de wetenschappelijke definitie ook van therapieresistentie. Gaat dus over twee behandelingen geprobeerd, is niet gelukt. Ik denk advies, daar gaan we voorlopig echt voor proberen. En ook consultatie, om daarvoor beschikbaar te zijn. En twee behandelingen bedoel je? Twee antidepressiva of psychotherapie. Dus dat is eigenlijk, okay. Dus twee depressiebehandelingen en daar knapt iemand niet van op. Nou, dat vind ik zelf persoonlijk best een lage drempel. Ja. Want dan zul je verwachten dat daar best veel mensen voor in aanmerking komen. Ja. Dus ik kan me voorstellen dat op een gegeven moment zeggen, nou, misschien gaat het naar 3 of meer behandelingen. Is dat een manier om te zeggen, nou ja, wij focussen ons wel, want dat is wel de bedoeling op de meest zieke populatie. Ja. Ja. Maar dat wil niet zeggen dat je niet met ons kan overleggen. Want je kan ook veel in de huisartspraktijk, denk ik. En dan willen we ook graag meedenken over wat je wel en niet kan doen. Ik denk een andere groep. Of het andere belangrijk uitgangspunt vooraf is dat er wel echt sprake moet zijn van een stemmingstoornis. Dus dat jij wel die patiënt ziet en dat je denkt, hey, deze persoon heeft echt depressieve klachten. Mm-hmm. Dus somberheid, verminderd vermogen om te genieten, mm-hmm. Wat vitale kenmerken, dat is toch wel. Dus maar die eerste twee klachten zijn toch wel het minimale waar je vanuit wil gaan. En dan is dat eigenlijk, denk ik, voldoende, zodat we wel kunnen meekijken. Wat kan gebeuren? Ik zat even te denken, want als ik daar nog niet helemaal uitkom, want het kan best zijn dat iemand natuurlijk al een depressie heeft gehad en daarna komt iemand met soortgelijke klachten, maar misschien denk ik wel, deze keer is het stress. Dus kan ik dan, ik maak nog wel eens gebruik van jullie diagnoseadvies spreekuur, of bel ik dan? Het kan eigenlijk allemaal, dus je kan via VIP Live natuurlijk contact opnemen.
dat is natuurlijk wel een beetje een chatterige manier van uitwisselen. Dus dat leent zich vooral voor korte vragen. Mm-hmm. Als je zegt, ja, ik wil echt even sparren, dan, ja, kan je ons bellen. Ja. Dus een van de psychiaters, ja, heeft altijd een telefoon op zak, dus voor consultatie. Ja. En ik heb wel gemerkt dat je dan toch eigenlijk heel vaak ook al een heel eind komt. Ja. Dat vinden we zelf ook het meest prettigst. Ja. Hè? Dus het meest prettig, want dan, en je spreekt elkaar even en iets ingewikkelds kan je vaker dan beter bespreken. Ja. En dan kan inderdaad ook altijd de diagnose- en adviesspreker kan je ook gebruiken. Als je toch denkt, nou ja, dat weten we eigenlijk niet helemaal of komen dan de telefoon niet uit. Nee. En we hebben het nu heel erg over, ja, over huisartsen eigenlijk. We hebben natuurlijk ook een aantal andere verwijzers nog. Ja. Ik kan me voorstellen dat bijvoorbeeld een patiënt is onder behandeling bij een psychotherapeut die vastloopt of denkt, nou, zou de patiënt een stap verder geholpen kunnen worden, eventueel parallel aan elkaar. Dat zijn wel behandelingen die wij doen. Hè? Dat mensen ook nu al, hè? Ook nu al bij, ja, hun gebruikelijke psychotherapeut blijven. En daarnaast bijvoorbeeld of een RTMS of een ketabehandeling kunnen krijgen. Of dat we nog even naar de psychofarmacologie kijken. Dat zijn wel de mogelijkheden die er bestaan. Maar goed, de primaire verwijzer blijft natuurlijk altijd de huisarts. Het is denk ik ook voor jou fijn als huisarts om te weten waar de patiënt, ja, verblijft. Nou, hè, nou, wat dat je gebeurt net natuurlijk zei toch wel eens ook. Hè, dat op een gegeven moment de behandelaar overlegt met ons. Van, ik kom er eigenlijk niet meer zo goed uit, dat zullen we doen. En dan zouden we natuurlijk ook kunnen zeggen, nou, dan nemen we deze stap erbij. Dan is het, ik begrijp het nu dat het dan niet of wordt, maar dat het dan en kan zijn. Dat, ja, kan zeker. En, ja, probeer ook flexibel in te zijn. Ja. 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 Nou, misschien even naar Sven kijken voor eventuele vragen. Ik zou het jammer vinden gezien de tijd als, ja, we belangrijke vragen missen. En anders hebben wij denk ik ook nog wel wat gesprekstof. Ja, zeker. De tijd gaat snel. Ja, er komen wel een aantal vragen binnen. Dus we kunnen ze helaas niet allemaal beantwoorden. Maar ik heb hier iemand die vraagt, goh, interessant, een helder verhaal rondom de patiënt, problematiek en innovatie. En deze persoon is benieuwd of wij ook kijken naar het verhaal rondom de patiënt. Is er ruimte voor psychotherapie, levensbeschouwing, ervaringsdeskundigen naast, in dit geval de ketaminebehandeling, maar ik denk überhaupt naast alle behandeling. Ja, ik denk het wel. Ik denk dat Maarten net ook al benadrukt heeft hoe belangrijk wij het hele brede palet vinden. Je liet het net ook zien aan al die verschillende facetten die er in de behandeling kunnen plaatsvinden. Wij noemen dat zelf heel erg werken volgens het biopsychosociale model. Waarbij je natuurlijk bij de ene patiënt vrij makkelijk alleen maar het biologische terrein afloopt en je is daar tevreden mee en knapt op. Terwijl bij andere patiënten heb je gewoon een veel breder arsenaal nodig. Ervaringsdeskundigheid is zeker iets wat wij in onze klinische setting en dagklinische setting gebruiken. We hebben ook ervaringsdeskundigen bij ons in Rijnstaat werkzaam. Ja. Dus ja, klopt, heel breed. En het verhaal van de patiënt, daar begint het altijd mee. Ja, want een patiënt als Anton bijvoorbeeld, ik denk dat we hem pas echt goed hebben kunnen behandelen doordat we zijn hele verhaal kennen. En omdat je daar aangrijpingspunten hebt van, nou, wat is er aan de hand en wat is de vervolgstap? Ja, precies. En ik denk inderdaad, want het is eigenlijk ook heel praktisch, want ik realiseer me ook altijd als wij het over zo'n biopsychosociaal model hebben, dan klinkt dat voor ons misschien heel logisch. Maar in de praktijk betekent dat inderdaad een ervaringsdeskundige. We hebben ook, zullen we maar zeggen, niet-verbale psychotherapievormen. Hè, dus vaktherapeuten spelen een belangrijke rol, daar hebben we het nog niet over gehad. We hebben natuurlijk het verhaal ook een beetje proberen overzichtelijk te houden, maar die dingen hebben we allemaal in huis en die kunnen ook op maat ingezet worden. Oké. Okay. Ja. Kijken. En er is ook nog iemand die vraagt, ook ja, terecht naar mijn idee, van ja, goh, wat is nou, hoe weet je nou welke behandeling je gaat starten? Kies je, wat is de volgorde? Ja. De hamvraag is, ja, dit. Ja, een hele goede vraag. En ik wist het maar. Ja. Het is ook een beetje klinische ervaring. Vaak ontwikkelt het zich wel, hoor. Zeker als er extreme suicidaliteit speelt, dan schiet je vrij snel door naar de invasieve of de ingrijpende behandelingen. De ketamine is nu echt een nieuwe aspect daarbij. Die kunnen we nu zelfs inzetten voordat we ECT overwegen. Die ervaring hebben we nu met best wel wat patiënten, dat we dan ECT niet hoeven te doen. Ja. Maar we hebben inmiddels ook ervaring, wat jij net ook al zei, bij een aantal patiënten die dus niet opknappen. En dan hebben we altijd onze ECT nog tot onze beschikking. Terwijl er zijn ook patiënten, als je die hebt gesproken, daarom, of je hebt gespart met de verwijzer, waarvan je denkt, ja, maar ik denk dat vooral toch dit aspect, en dat is dan soms helemaal niet zo medicamenteus, maar er zit veel meer in activering of weer sociaal leven opbouwen, of vooral heel veel steun, ervaringssteun van anderen bijvoorbeeld, dat heel erg belangrijk is voor de behandeling. We proberen eigenlijk ook kenmerken met elkaar te combineren. Hè? Dus jij zegt je klinische ervaring, maar die is wel heel belangrijk. Hè? Want als je ernstige patiënten hebt, dan kies je andere medicatie of andere therapie. Maar er is ook wel een tussengroep van de matig ernstige, die wij dan matig ernstig depressief noemen, patiënten.
die bijvoorbeeld, weten we uit de literatuur, vaak goed reageren op RTMS, om maar wat te bedoelen, te noemen. Of inderdaad suïcidaliteit, of niet meer eten en drinken, of catatonie bij de hele ernstige groep, is misschien weer eerder een reden om richting ketamine of ECT te bewegen. Dat zei je eigenlijk al. Maar het is natuurlijk ook belangrijk wat die patiënt zelf graag wil. Ja, want soms hoor je wel eens dat mensen zeggen, nou, ik wil heel graag ECT. En andere mensen zeggen juist weer, maar dat wil ik eigenlijk helemaal niet. Ja. Er is nog zoveel meer over te zeggen. Ja. Voor de huisartsen is in december, meen ik, hè, Petra, een nascholingsavond waar we ook zullen komen om meer toe te lichten over dit soort behandelopties. Uiteraard, je hebt al genoemd, de verwijzers kunnen met ons bellen of VIP-liven, et cetera. Ik denk dat we aan het einde gekomen zijn van deze webinar. Tijd gaat ontzettend snel. We sluiten hem af. Petra, ontzettend bedankt dat je bij ons aan tafel wilde aanschuiven. Ja, graag gedaan. En ik denk dat we hier wel mee verder kunnen. Ja. Ja. Mag ik nog één laatste opmerking? Als allerlaatste. We hebben binnenkort een nascholing voor huisartsen. Als we naar andere beroepsgroepen kijken die dat ook leuk zouden vinden, zo'n nascholing, dan zijn we natuurlijk van harte bereid om dat te doen. Oké, dankjewel Maarten ook dat je wilde aanschuiven. En last but not least Sven, dankjewel voor die mooie cijfers die je hebt gepresenteerd. Het is bijna te mooi om waar te zijn, maar ik sluit af, want het gaat vooral om de hoop die eruit voortkomt. En dat is denk ik ontzettend belangrijk, zeker bij ernstige depressieve en vooral ook therapieresistente patiënten. Dank voor uw aandacht en wie weet tot een volgend webinar.